Ik zag het in mijn binnenspiegel. En het enige wat ik dacht is: ik ga dood. Consistentie, doorzettingsvermogen, discipline. Wanneer het echt niet goed gaat, dan weer opstaan en doorgaan. Ze werd al jong Nederlands kickbokskampioen. Maar een gebeurtenis op haar 21ste maakte een verdere carrière in de sport onmogelijk. Dus moest ze zichzelf compleet opnieuw uitvinden. En dat deed ze. We gaan kennis maken met Huda Lukili. Welkom bij CWD-TV. Huda, van harte welkom. Dankjewel. Wilde je altijd sporter worden als van, klein, van kleintje of aan al? Ja. Wat komt er van de uitsportieve familie? Onder andere, uh, ja, uitsportieve familie, broers die uh, op voetbal uh, zaten en uh, ja. Want je bent niet begonnen met kickboksen, toch? Uh, nee. Wat voor sport ben je mee begonnen? Zo bedenken gaan we toch ondernemen hebben, hè? Maar eerst even die, die sportcarrière ja, die precies. inmiddels voorbij is, hè? Een soort van, de actieve sportcarrière. Waar is het mee begonnen? Zwemmen. Oh Ja. Ja. Het begon met uh, zwemmen uh, en daarna uh, judo, want het was wel echt duidelijk dat ik uh, uh, vechtsport wilde doen voor voetbal, heel erg tof. Ja. Uh, maar er waren gewoon uh, weinig mogelijkheden uh, in mijn buurt. Ja. Uh, en toen uh, uh, ja, judo, -en dacht ik, ja, dit is echt wel uh, uh, ja, heel tof om ook te leren samenwerken en ja. uh, vallen en opstaan. Ja. Daarna ben ik karate gaan doen, dat is ook heel leuk. En tot slot... Uh, kickboksen. Hoe kwam je bij kickboksen? Uh, ja, dus ook wel door familie, maar ook mijn eerste inspiratiebron uh, is uh, Bruce Lee geweest. <laughs> dus we keken altijd samen uh, op videobanden naar Bruce Lee, Was uh, ja mijn eerste inspiratie. En de familie, we hebben ook meerdere die oh, zowel voetballen, maar ook aan uh, ja, ja. Uh, gevechtsport deden. En ik begreep dat de support van je pa, die was, zeg maar, die was wel tof toch? Want die achter op, achter op zijn fiets ging je er naartoe, begreep ik? Ja, Oh. Hebben, ik, mijn vader die, uh, heeft ons altijd gestimuleerd om te gaan sporten en bewegen. Ja. En, uh, ja, en die bracht ons dan ook zeker op uh, ja, toen we jong waren. Uh, en ook uh, ja, naar voetbal keken deden we samen. Dus dat was echt een uh, hele grote support. Absoluut. Wanneer ontdekte je met kickboksen van Farrekio? Dit kan ik eigenlijk best wel heel erg goed? Nou, eigenlijk best snel, omdat je terug, dat terugkreeg van de trainers. Van ja. uh, oh, uh, je bent supergoed en uh, laten we ook uh, gaan trainen om wedstrijden te spelen. En ik zei gelijk ja, want ik wist nog niet uh, hoe dat precies uh, in elkaar zat. Ja. En na twee maanden mocht ik al mijn eerste wedstrijd spelen. En ben, en ben je uiteindelijk jeugdkampioen, Nederlands kampioen, ja, wordt, toch? Klopt. Gefeliciteerd. Dat is wel hoog. Ja, zeg maar. dat is uh, vooral heel, uh, ik vind het gewoon tof, bijzonder. Uh, je daagt jezelf enorm uit. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja. En dat is gewoon echt uh, geweldig om dat meegemaakt te hebben. Want wat hebben. kunnen ondernemers uh, hiervan leren? Want we zien vaak beelden van mensen die kampioen worden. maar de weg ernaartoe die zien we wat minder. Maar wat kunnen ondernemers leren van een kickboxkampioen? Consistentie, uh, ja, doorzettingsvermogen, uh, discipline. Uh, echt wanneer het echt niet goed gaat, dan weer opstaan en doorgaan. Ja daar waar anderen misschien uh, wel blijven liggen, ja. uh, niet zo snel geïntimideerd te worden, uh, kunnen omgaan met verschillende tegenslagen, ja. zoveel. Om maar lesjes te noemen. Ja, ja. ja. Echt. Wat ik wat ik frappant vond, of tenminste opvallend vond aan jouw verhaal, want jij draagt een hoofddoek, maar die droeg je eerst niet. Maar toen je al met kickboxen, zeg maar behoorlijk fanatiek bezig was, heb je op een gegeven moment bij je die hoofddoek gaan ja. dragen. Even los van het feit dat het mij super onhandig lijkt. Uh, hoe, hoe kwam dat? Zeg maar, kun je ons vertellen hoe dat kwam? Ja, ik begon dus op mijn 11e met uh, het kickboksen. Ja. En op mijn 14e maakte ik de keuze om mijn hoofd te dragen. Uh, heel bewust. Uh, ik ging dus uh, elk zaterdag in, mij verdiepen in, uh, in mijn geloof. En uh, wat het allemaal in, uh, inhield. Ja. En toen op een gegeven moment voelde ik ook gewoon: uh, dit, dit is het. Dit is uh, wat ik graag wil doen, wat bij mij past. Uh, en wat ik ook gewoon wil combineren met sporten. En waarom is de hoofddoek in combinatie met die religie dan zo zeg maar, belangrijk om te dragen? Wat voor mij belangrijk is, het hoorde, uh, ik deed al een aantal dingen die erbij horen. Bijvoorbeeld het bidden. En tijdens het bidden draag ik bijvoorbeeld ook je hoofddoek. Ja. En voor mij, ik wil dat eigenlijk vanaf uh, dat moment ook uh, voor altijd uh, ophouden weer, buiten, als je buiten bent uiteraard. Ja, uh, ja. Niet als je met je eigen familie uh, binnen zit. Ja. Uh, dus dat was voor mij eigenlijk een soort van... Uh, ja, factor die er echt bij hoorde. En hoe deed dat dan mijn kickboxen? Want ik heb wel foto's van je gezien. Met echt vet coole hoofddoek van Nike. Want je hebt sowieso een soort samenwerking met Nike op een gegeven moment gekregen. Hoe, hoe ging dat? Uh, dat ging. Ja, het was eigenlijk best wel een. een uh... Een ontdekking wat ik helemaal zelf deed. Ja. Uh, want ik had geen andere meiden om mij heen die sporten met een uh, hoofddoek. Nee, helemaal niet met ik. Uh, en, zeker niet. <coughs> uh, dus ik ging uh, eerst uh, gewoon ontdekken. Dus ik ging elastiek uh, in mijn uh, hoofddoek plaatsen zodat die ja. naar achteren ging. Daarna heb ik pruiktape gebruikt. Ja. Dus tussen mijn hoofd en mijn ja. uh, hoofddoek uh, ja, ertussenin. En sporttape nog eroverheen. Uh, Denk ja, kind, waar maakt het je zo moeilijk? Maar voor mij was het gewoon een hele belangrijke principe ja. uh, die echt uh, ja, super goed voelde. Uh, dus jarenlang heb ik het eigenlijk zo moeten doen. En pas in ja, 2000, 2017 denk ik, ja. toen pas kwam bijvoorbeeld ook een Nike met een sporthoofddoek uh, op de markt. Als dat, was het, uh, het dus dat was het daarvoor. Dat was het daarvoor. Tenminste, het was misschien in andere landen ja. uh, was het er wel. En, en er was ook één. Uh, uh, aanbieder in Nederland, uh -huh. uh, maar heel, uh, het was heel minimaal. Het was wat mij betreft nog steeds te dik. Het was nog steeds niet handig genoeg. Uh -huh. Uh -huh. En pas ja, jaren later kwamen ze dus, dus ook met de Dryfit Sport uh, Sportstof. Ja, ja, precies, net zoals uh, echt Sport, Sport, Sport. Precies. Sportstof. Ja, ja. En, uh, ja. Maar hangt het dan ook? Zeg maar, zoals het nu hangt, of zit het dan vast of zo? Dat moet nee, op... het is uh, uh, vaak iets korter. Yeah. Het is vaak iets korter. Ik vind het gewoon fijn. Uh, ja, ik draag soms wat langere sjaals, vind ik gewoon heel fijn. Yeah. Uh, Sporthoofdkop zijn vaak iets korter. Maar het belangrijkste is dat ze goed zitten, zonder dat je een pinnetje gebruikt of iets anders. Ja, yeah, yeah, want dat mag je met, uh, uh, met? Precies. Het is dus, dus letterlijk met één uh, handeling heb je het al op je hoofd. Toen was je 21 en we gaan er snel doorheen, want, want volgens mij heb je dit verhaal ook wel vaker gedaan, maar je bent voor de eerste keer hier op CVD-TV en ik vind het mooi om even een volledig beeld te schetsen, want mensen zullen misschien denken van hé, hey, maar waarom sport ze nu niet meer of waarom is ze nu het ondernemer geslagen, hoe is dat gekomen, wat gebeurde er ja. toen je 21 was? Uh, ja, ik, dan ga ik het toch even opbouwen. Dus ja. ik, heb, uh, ik was heel erg, uh, zes dagen per week was ik bezig met het sporten, met kickboksen, wedstrijden spelen. Ik ben daar een sportopleiding gaan doen, omdat ik een uh, sportcoach wilde worden. Ja. Daarna sportmanagement gedaan. En eigenlijk was alles wat ik deed, ging over sport en ja. bewegen. Ja. En vooral ook om uh, ook andere meiden te laten bewegen. Omdat ik zag hoe, wat dat met mij deed hoe belangrijk het was om lekker in je veld te zitten door het middel van beweging. Ja. En, en na al die jaren uh, ja, reed ik op de waterlinie weg van uh, Utrecht naar Amsterdam. En ik had gewerkt in de sport uiteraard. Ja. En ik zie in mijn binnenspiegel dat twee auto's elkaar inhalen en ik kom in een auto-ongeluk terecht. Oh. En ik kan je vertellen dat dat uh, in één klap mijn leven veranderde. En niet alleen maar dat ik niet meer uh, zes dagen per week kon sporten, maar dat ik ook... Uh, aan het afstuderen was dat dat uh, ik kon niet eens beschrijven, ik kon mijn hart niet vertellen. Ik wat? was ja, ik vind het nog steeds moeilijker om erover te hebben. Want uh, ja, omdat het een hele, het is een, een hele belangrijke gebeurtenis in mijn de leven sleutelmoment, geweest. Sleutelmoment, ja. Sleutelmoment uiteraard, uh, die een hele andere richting heeft gegeven aan mijn leven, waar ik heel dankbaar voor ben. Nu. Absoluut. <laughs> ja. Uh, maar wat ook, op dat moment zelf was het ook heel pittig. Uh, omdat je jezelf echt opnieuw moest uh, vinden. Want hoe lang ben je zeg maar, off track geweest? Want hoe lang ben je uitgeschakeld geweest dat je echt zeg maar, niks kon doen? En... Uh, Is dat weken, maanden? Jaar, zeker. Ja. Ja, een jaar. Had je zijn sportmentaliteit toen, uiteindelijk? Of ik er wat aan had? Oh, ja, om, om er weer uit te komen, zeg maar. Absoluut. Om, ja. Ja, absoluut. Want je noemde een aantal dingen aan het begin, maar die heb je dan wel nodig, volgens mij. Absoluut. Kijk, mm. mindset heb ik bijvoorbeeld nog niet genoemd. Dat is wel een term die we laatst laatste tijd wel vaak horen. Yeah. Maar dat is wel iets wat, voordat ik uh, helemaal uh, in die term zat, uh, mij enorm heeft geholpen. Dat ik, in plaats van dat ik dacht van, nou, uh, nu is mijn leven helemaal klaar, dat ik ging kijken naar andere mogelijkheden. dat yes. je, op dit moment kan ik bijvoorbeeld toen kon ik niet zo schrijven, ik had gewoon echt heel veel last. Dan ging ik bijvoorbeeld inspreken. Ik kon ook niet typen. Dus ik ging inspreken. Dus mijn interviews uh, had ik zo'n cd in mijn laptop gestopt. En ging mijn interviews die ik moest doen, uh, ging inspreken. Ja. Of uh, uh, ja, heel veel uh, lezen. Uh, of luisteren naar dingen in plaats van dingen kunnen doen. Dus ik ging voor alles wel een oplossing zoeken. Maar ik deed dat ik dat oplossingsgericht heb ik al toch gehad. Mm -hmm maar dat zag je dus ook bijvoorbeeld toen ik die hoefke draag, weet je wel, was ik ook oplossingsgericht. Toen als je leven net anders gaat, ben je ook oplossingsgericht. Hm. Uh, ja, doorzettingsvermogen wat ik al zei, wat ja. je van het, van, van, onder andere van het sporten leert, uh, dat blijf je natuurlijk ook doen. Wat je zegt, dit, dit is het niet, weet je wel? Hm. Er is altijd wel een, een uitweg. Hoe reageerde degene die jou had aangereden? Nou, die is doorgereden. Oh lekker. Ja, nou nog Ik moet even goed zeggen, degene die het heeft veroorzaakt, die is doorgereden. Uh, ik denk dat ik dat misschien nog wel het ergste vond van het hele verhaal. En degene die... Uh, want er waren twee auto's die elkaar gingen inhalen. Yeah. Degene die dit heeft veroorzaakt Achter jou of kwamen ze jou tegemoet? Achter mij. Dus ik zag in mijn binnenspiegel. En het enige wat ik dacht is, ik ga dood. <laughs> dat, dat dacht ging ik. heel hard. Ja. En vooral, uh, 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 het ging snel. Yeah, yeah. Het was echt van... A split second. Het ging snel. De auto die geraakt is, ging tollen. En toen dacht ik, ja, nu is het klaar. En die auto die... Er uh, heeft voor gezorgd dat die auto ging tollen. Die is doorgereden. En die auto die ging tollen. Die man was echt geschrokken, dat weet ik nog. Uh, maar die, ja, die, die had niet veroorzaakt. Die was minder gewond dan dat, jij. Ja, dat weet ik niet. Meer. Maar die was ook slachtoffer. Eigenlijk. Ja, die was slachtoffer. En die, en die gast is doorgereden. Of gast. Die gast of weet ik die weet niet. Die persoon is doorgereden. En nooit gevonden ook? Nee. nee. Dus die heeft zijn geweten maar uh, mee te leven dan nu? Ja. ja. Hm. Hopen dat hij het kijkt dat hij zich schuldig voelt. Hoop ik wel. Wat ja. een eikel ben je dan? Ja, dat is zo wil ik het niet zeggen. Maar, uh, ja, <laughs> maar het was. Uh, ja, dat was. Uh, oh, niet leuk. Nee, 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 <laughs> snap ik. Um, heb je de. Hoe ben je er uiteindelijk, zeg maar fysiek en geestelijk, heb je dingen eraan overgehouden? Of ben je weer helemaal. Ja. De oude? Uh, ja. Uh, ik, ik, ik antwoord even op je eerste vraag. Uh, ja. Hoe ben ik eruit gekomen? Ja. Uh, ik ben eruit gekomen door uh, heel veel steun te hebben bij ja. mijn omgeving. Uh, voor het eerst ook echt dingen los te laten. Dus niet meer alles zelf willen regelen. Het kon ook gewoon niet meer. Mm. Uh, letterlijk hulp zoeken. Uh, dat heb ik er echt van geleerd. Dat je ook gewoon, uh, ja, ik ben heel graag, ik, geef, ik help zelf heel graag. Maar je vond het heel lastig om heel hulp lastig te vragen. Heel lastig om hulp te vragen. En dat heb ik uh, zeker wel gedaan op een gegeven moment. Mm -hmm. uh, heel veel begrip van de omgeving. Dus ik heb echt wel een goede omgeving uh, ja, om mij heen. Familie, vrienden heb je dan Absoluut. Over. Maar ook gewoon docent, uh, ja, ja. stagebegeleider, gewoon iedereen. Ja. Yeah. Uh, uh, en, yeah. ja. En, ben je er helemaal, dat was mijn tweede vraag: van ben je er helemaal, Is het allemaal weer goed gekomen? Het is, in, uh, het is goed gekomen, maar ik ben niet pijnvrij. Ah, oké. Okay. Ja. Het is de burden waar je mee moet leven, dan? Het is wat het is. Ja. Ik bedoel, het had ook erg kunnen aflopen. Dus, ja. uh, je gaat gewoon lekker door. En toen, uh, de realisatie dat. Topsporter er niet meer in zat. Um, en dan? Hoe kom je dan op? Een, hoe, hoe maak je zo'n sleutelmoment dat het ten positieve iets nieuws biedt? Ja, wat in ieder geval positief was, is dat ik op een gegeven moment uh, sportmanagement uh, opleiding had heb afgerold. Ja? Dus wat ik zat gelukkig in de scriptiefase. En dat was, dat was al de eerste overwinning. Mm -hmm. En uh, toen ben ik letterlijk uh, tegen mezelf gaan zeggen, oké, okay, dus is het niet meer bij het doel. Uh, om de beste ergens in zelf of hè, in het sporten, de mm -hmm. allerbeste te blijven voor altijd. Maar het is mijn doel om ervoor te zorgen dat we ook andere profijten hebben van wat sport en beweging te bieden heeft. Okay. Uh, eigenlijk is dat die switch die ik heb ja. gemaakt. Ja. Uh, ja. En, en ik ben er eigenlijk nog steeds mee bezig. Dus op al heel veel verschillende manieren uh -huh. breek ik mensen. Uh, ja in contact met uh, het sporten bewegen en dat doe je als, uh, als ondernemer of als zzp'er uh, neem ik aan of ben je bent nergens in dienst of wel ik ben uh, uh, groot deels van de week ben ik uh, aan het ondernemen ja. op verschillende programma's wil je dat al weten of? ja 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 <laughs> Daarvoor zit je hier ja daarvoor zit ik ja, ja uh, wacht dan begin ik eerst met ander want dat is iets ja. korter ja. Uh, Twee dagen per week. altijd zeg maar, zo, zo snel schakelen in je hoofd. Zo ja, klopt, ja, 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 klopt. Echt Leuk. ondernemer. Ja, ja, ja. Dus ik ben twee dagen per week strategisch adviseur in de sportwereld. Uh, dus alles wat te maken heeft met sportstimulering, tot aan. Uh, dus uh, mensen aan het sporten krijgen. Is dat met name uh, jeugd of is dat ook volwassenen? Beide. Ja, beide. Dus jeugd okay. uh, volwassenen. en volwassenen. Maar, maar in opdracht van wie doe je dat dan? Uh, van Sport Utrecht. Ah, oké. Okay. Utrecht, ja. En, en die doen het weer op de dag van de geweten Utrecht. Maar ja, 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 zo specifiek. Uh, ja. Dus dat vind ik heel tof, uh, dat ik daaraan kan bijdragen. Ja. En daarnaast ben ik dus drie dagen aan het ondernemen en dat doe ik heel verschillende dingen. Ja. Uh, een van de dingen die ik doe is uh, verhaal delen op verschillende podiums in heel Nederland, maar ah. ook internationaal. Het uh, en wat, wat is voor jou dan, wat zijn de belangrijkste ingrediënten uit dat verhaal dan? Is dat, wat is dat? Zoals uh, de kern van je verhaal? Ja, niet opgeven. Hmm. Uh, uh, het inzetten van je mindset, het verbreden van je uh, blik uh, op de wereld. Hm. Uh, dus dat zijn verschillende thema's. Elke keer pakken we een ander thema. Dat hangt af van wat er past bij het bedrijf, ja. uh, of een school, of uh, noem het maar op. Ja. Uh, ik ben ook actief als dagvoorzitter, dus we zijn collega's. Collega. Ja, dat is ook echt superleuk. Weet je, het faciliteren van, uh, van momenten bij verschillende uh, scholen, bedrijven, organisaties. Ja. Uh, ja, hebben we hebben een hele andere rol. Dan spreker. Ja, absoluut. Echt een heel ja. andere rol. Maar ja, juist ja. mooi om uh, beide rollen te kunnen vervullen het te ja. mogen vervullen. Ja. Uh, en daar is heb ik uh, uh, een jongerenprogramma, waarin jongeren door middel van sport uh, in ja, door middel van sport uh, persoonlijk ontwikkelprogramma, door middel van sport mm -hmm. en ook eentje voor kinderen. Voor uh, meisjes specifiek, omdat ik nog steeds vind dat er te weinig meisjes uh, sporten bewegen en daar nog meer uh, aan wil bijdragen. Mm -hmm. Dit doe ik in samenwerking met verschillende organisaties, maar onder andere de jongerenprogramma is met Favela Street. Ah oh, ja. Uh, we hebben de... Uh, Kun je iets meer over vertellen? Want ik, ik ken het een klein beetje, maar Vavella Street is echt super. Wat, wat doen zij precies? Ja, wij doen... Uh, en uh, wij wie is de... wij? Want er zitten een paar leuke initiatiefnemers achter ook, toch? Precies, ja. ja. Wij, wij, de trainers is wij en uh, de initiatiefnemer is Rocky. Ja. En uh, die uh, is begonnen met, uh, heel lang geleden, met een, uh, een programma in Brazilië, ja. uh, in de favela's. Uh, om daar dus jongeren door middel van sport uh, ze persoonlijk verder te laten ontwikkelen. Ja. En daar is een hele methodiek uitgekomen. En die methodiek gebruiken we dus uh, op verschillende plekken uh, in Nederland, maar ook uh, ver naar buiten. Uh -huh. En dat doen we dus met jongeren uh, die ervoor kiezen om aan het programma mee te doen. Dat is een programma van uh, minimaal 20 weken. Waarin ze dus uh, letterlijk beginnen met uh, hoe is het, om, het om, om een team te zijn. Dus playfase hebben we, dus echt teambuilding doen we dan groep ABK, et cetera. Ja. Dan gaan we naar de createfase, dan gaan ze echt uh, uh, ja, verder leren van hoe sta je voor een groep, hoe uh, stel je je doelen op, hoe behaal je die. Dus eigenlijk ook wel een beetje ondernemen, komt er ja. ook al een beetje erin terug. En daar, daar, uh, Celebrate-fase, omdat het altijd belangrijk is als je iets hebt behaald om het ook te vieren, hoe groot of klein het is. En dat is het programma, dus die je uh, uh, op heel veel plekken uh, gegeven wordt. En in Amsterdam ben ik uh, daar de hoofdtrainer van. Hm. Uh, dus dat is echt super tof. Ja. ja? En um, het kinderprogramma is, uh, is met, ook met de Methodiek, maar in samenwerking met uh, Me To Play uh, van Nike uh, om beerbijsjes te laten bewegen. Hoe belangrijk zijn dat soort organisaties voor jou? Zo bijvoorbeeld ja, zo'n Nike? Enorm belangrijk. Want? Uh, sowieso omdat je samen meer kan dan alleen. Uh, ik ben dus begonnen ooit alleen met dat programma voor de, voor de meiden. Mm -hmm. uh, met een heel klein budget. Ik stond de hele tijd alleen als trainer voor een hele grote groep. Want was enorm veel vraag. Mm -hmm. uh, en op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is niet oké. Okay. Er is... We kunnen dit zo erg uh, uitbreiden. Mm -hmm. uh, veel meer vrouwelijke traders voor de groep. Uh, de groepen uitbreiden. Veel meer meiden de kans geven om te gaan sporten en bewegen. Mm -hmm. En uh, door zo'n partnership kan je daar ook gewoon veel meer uh, mee doen. Ja. Want nu in plaats van alleen sta ik met een team van acht, nou misschien wel tien. Ja, en ja, ja. Nike ja, heeft een budget. Ja. Zijn, zij, zijn zij echt betrokken? Absoluut. Ja? We hebben elke twee weken hebben we overleg. Mm. Ja. Mm -mm. Hoe, um, hoe zorg jij ervoor dat je jezelf uh, ontwikkelt? Want op een ja. gegeven moment, ik, ik heb wel eens van je studie een beetje cliché, maar als wij studeren een beetje op momenten dat we er eigenlijk zin in hebben, heel vaak. En dan tegen de tijd dat je wat ouder wordt, dan word je zeg maar heel leergierig, maar dan is de studietijd zo'n beetje voorbij, weet je wel. Hoe doe jij dat? Hoe ontwikkel je, hoe zorg jij voor jezelf dat je groeit? Uh, ik denk dat ik elk jaar wel uh, iets van een training en cursussen zelf uh, uh, volg. Mm -hmm. uh, mijn laatste, echt wel hele grote, uh, was uh, leadership, uh, Sport Leadership Program. Mm -hmm. uh, dat is zeg maar voor mensen die al heel lang in het bedrijfsleven zitten of uh, uh, al heel lang werken. en uh, zich verder willen verdiepen in de sportwereld. Yeah. Uh, echt zo'n beetje high-class uh, instituut om uh, ja, nog meer in verschillende organisaties terecht te komen. kijken hoe dat eraan toe gaat. Mm -hmm. Uh, ook strategisch gezien. Dat heb ik laatst gedaan. Ik heb, uh, uh, ik verdiep me altijd. Uh, ik heb iets met systeemtherapie gedaan. Hm. Dus ook zelf kijken van hoe word ik daar beter, betere ondernemer uh, van. Uh, ik heb uh... met je familie ook. <laughs> niet? Familie had ik Ja, ja. Maar dat hoort <laughs> een beetje bij systeemtherapie toch? Klopt. Ja, ja, Klop. Ja, ja. Ja. verschillende systemen. Hè. Ja, Het kan ook true, je true, systemen true, 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 true. inwerken. Ja, ja, ja. ja. Uh, <lacht> uh, uh, <lacht> Ik heb dagvoorzitteropleidingen ook een paar keer gedaan. Opleiding? Ja, training. Oh, dus dat je ben echt uh, Rutger Maar je hebt heel goede... het even, dat je wel met de goede mensen zit. Ik maar zit alleen maar goed. met de goede mensen. Dat is echt goed. Ja, dat ja. Is gewoon ik een... weet, de heeft een organisatie inderdaad, iets met speak to inspire. Dat is, dus hem. Het is precies. Dus ja. ik heb. Uh, uh, elk jaar zit ik gewoon met, met zulke mensen, ben ik bezig met trainingen, zelf volgen om mezelf elke keer beter te maken. Ah. Elke keer. Dat vind ik zo enorm belangrijk. Um. Wat zijn jouw toekomstplannen? Heb jij die? Nou, ik denk dat ik een tijd geleden had gezegd: nee, die heb ik niet. Uh, omdat ik echt nu uh, hele toffe uh, dingen doe, die ik uh, ook nog zo wil uh, blijven doen. Mm -hmm. uh, maar ik wil echt wel meer. Uh... <laughs> ik heb me bedacht. <laughs> Wanneer, net? Net. <laughs> ja, ik heb het niet voorbereid, ik bedoel, we gaan gewoon het gesprek aan. Ik uh, wil meer ook uh, in het buitenland doen, nog meer. Aha. En dan ook wel gericht op uh, het spreken, maar ook op uh, het stimuleren van uh, uh, sportprogramma's voor uh, andere mensen. Meer een meer adviserende rol daarin. En als je denkt aan buitenland, dan heb, je dan, heb, je, heb je dan landen in je hoofd? Dat uh, staat nog open. Is dat België of, of is dat verder nee, dat is weg? Nee, Be België komt bijna elke week. <laughs> nee, dat is echt veel verder weg. Dus dat is eigenlijk hmm. het liefst nog uh, buiten Europa. Okay. Ja. Hoe belangrijk is geld voor jou? Zijn ondernemers vraagt dit. Maar... Ja. Ja. Hoe. Goeie vraag. Hm. Ik. Uh, ik zou zeggen. Als ik het aan mijn moeder vraag, zou ik zeggen niet belangrijk. Want ja. <laughs> En als ik het aan mijn partner vraag, die zou ook zeggen niet belangrijk, dat ik het niet belangrijk vind. Uh, omdat ik. Uh, ja, ik hecht er niet heel veel waarde aan, heel eerlijk gezegd. Nee. Dus ik kan ook. Uh, ik kan ook makkelijk geld uitgeven. Maar ik geef nooit meer uit dan ik heb. Dus dat uh, super, doe ik echt niet. Super principe. Ja, ja dat vind ik echt heel belangrijk. Ja. Uh, geen geld uitgeven die je niet hebt. Mm -hmm. Tuurlijk kan je dan minder risico's nemen. Maar dan oh. maar minder risico's dan een risico die gewoon uh, mm -hmm. ja, groot is. Dat doe ik niet. Uh, ik, neem, ik neem meer risico's als het gaat om uh, een nieuw project van de grond te krijgen. of nieuwe mensen leren kennen. Dat zijn de risico's. Maar niet met geld. Dat doe ik niet. Uh, ik vind het. Heel erg belangrijk om, uh, uh, er, ik geloof heel erg in er is geld voor iedereen. Er is genoeg geld. En juist om dat ook in te zetten, om mooie dingen uh, uh, op te zetten, die je weer eigenlijk terug kan geven aan de mensen om je heen. Uh, dus het is niet mijn drijfveer om uh, het zelf, meeste geld. Nee, sorry. het is niet je drijfveer om zelf zoveel mogelijk te hebben. Nee. nee. Maar als je veel zou hebben, zou je veel weggeven. Altijd, Ja. ja. Um, nog een paar, paar ondernemersvragen die ik voor jou wil weten. Is uh, Als je nou eens nadenkt over jouw carrière tot nu toe, wat, zijn, wat is nou een belangrijke ondernemersles die jij aan kijkers of luisteraars mee wil geven? Uh, altijd dicht bij jezelf blijven. En ik kan me voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is. Uh, vooral in verschillende ja, in situaties. Maar. Uh, ik geloof daar heel erg in. Dat hoe dichter jij bij jezelf blijft, bij je eigen principes, maar tegelijkertijd open staat, uiteraard voor andere perspectieven. Openhouding, open houding, open-minded. Uh, dat is heel erg belangrijk als ondernemer. Als ga je met iedereen mee, alle kanten op en dan heb je niet jouw eigen kant. Uh, ik denk dat het ook belangrijk is om uh, dingen wat vaker te proberen. Dus niet na één, twee keer denk je. ja, het lukt niet, laat maar. Vanuit mijn perspectief. Uh, vind ik het belangrijk om dingen echt vaak te proberen. En dan pas uh, kunnen bepalen of ik hiermee doorga of niet. En niet ja. gelijk opgeven als het niet lukt. Uh, dat het helemaal oké okay is uh, dat er sommige processen gewoon wat langer duren. Heeft er misschien ook wel wat mee te maken, maar sommige processen duren gewoon wat langer. Uh, dus het is goed om een stip op de horizon te hebben. Maar uh, focus je niet alleen maar daarop. Uh, kijk ook naar het proces. Ja. En vier ook tussendoor. Uh, ondanks dat je nog niet hebt bereikt wat je wilde bereiken. Dat is wat jij in de sport natuurlijk ook hebt geleerd. Want je wordt niet in één keer toen uh, uh, kampioen, maar ja. het zijn al die Precies. stappen er naartoe. Precies, ja. en het kan soms gewoon echt zwaar zijn. Weet je? Ik, als ik gewoon terugdenk, weet je, hoe zwaar zo'n training bijvoorbeeld is. Maar ook hoe zwaar bijvoorbeeld een onderhandeling is. Of misschien wel bij sommige mensen, misschien wel klanten binnenhalen. Mm -hmm. uh, maar weet dat de aanhouder wint. Daar geloof ik echt in. Mm. En, en ook als je dicht bij jezelf bent, dan weet je ook dat, dat alleen jij dat verhaal kan delen. Jij ben, snap je? Jij bent degene die dat kan doen, en niet iemand anders. Ja. En dat is moeilijk, is... want dan moet je wel weten wat je, wie je bent en wat je wil. En dat uh, heeft bij mij best lang geduurd. Voordat Klopt. ik een beetje in de gaten had, oh, wat even, dit is pad wat ik moet bewandelen. Precies, en daarom vind ik persoonlijk heel erg belangrijk, dat naast dat ik hè, met andere jongeren bezig ben, kinderen, bedrijven, om, eh, of adviseerde of coachende rol, mm -hmm. vind ik het al belangrijk, alles wat ik doe en geef aan anderen, moet ik ook aan mezelf geven. Dus ik ga ook elke jaar coach. Ik ga ook steeds in mezelf investeren. Snap je wat ik bedoel? Dat ja. is zo belangrijk ja. dat je jezelf niet uit het oog verliest. Mm. Dat je niet alleen maar aan het geven bent. Ja. Uh, oh, ik ben echt een gever, ik vind ik heel tof. Maar ik moet zelf ook wel steeds nieuwe kennis opdoen. Want ja. misschien denk ik nu helemaal of te weten wie ik ben, mm -hmm. maar over tien jaar mm -hmm. uh, kijk ik misschien alles naar. dat weten we niet. Zijn er uh, in je carrière, uh, uh, is er een moment, laat zeggen, wat zijn je grootste uh, excuses, de mozen noemen dat wel eens, er zijn zelfs events voor uh, de, de, de fuck-up fuck of the month. Als jij nou terugdenkt zo de laatste tien jaar, zijn er momenten waarin je denkt, oh, dat was niet handig, of daar ging ik de mist in, of toen heb ik me heel erg zorgen gemaakt, of uh, te, weet je, het zijn een beetje de, de bad moments. Uh, grappig is dat ik. Ja, ik ben echt erg, hè? Maar. Uh, Zo sta ik ook niet. Ik probeer heel erg stil bij dingen. Zoals ik. Oh, uh, dat is geweest, klaar, het is geweest. En dan het gaat letterlijk Eerst, uit mijn hoofd. Ja. Dat is ook uh, een soort mechanisme die mij ook wel. Het zorgt dat ik door kan blijven gaan. Dat ik niet. Ik blijf niet te lang hangen bij dingen die echt niet oké okay waren. Of ook niet echt niet oké okay gingen. Eh. Mm -hmm. uh, uh, maar je probeert wel elke keer er wat van te leren. Dus nu jij zegt, nu je deze vraag stelt, denk ik: Oeh. Ja, ja, dan moet je echt, ja, dan zit er niet iets in. Nee. Nee, nee uh, ja, bijvoorbeeld corona-tijd was voor mij juist een hele, uh, zakelijk gezien, een hele mooie periode. Ik heb echt heel veel uh, mooie dingen mogen doen. Weet ja. webinars. Weet je, ik kwam gewoon in contact met mensen uit over de hele wereld met webinars. Ja. Ja, dat was geweldig. Ja, dat was van voor mij. Ook. Daarom heb ik deze studio nu. Snap je? Ja, tegenwoordig aan corona. Ja, Precies. Ja. Dus, dus eigenlijk als ik tegen jou zeg van... Hé, hey, heb jij een echte vakkap of een echte een, een misser? Of een vast gehad, hoor. Vast gehad, maar die, die bij je... Dat gaat bij jou het is heel echt, snel geprocesd. Ja, misschien en door. komt het zo meteen <laughs> naar boven. Maar nu, ik weet het echt even nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Kijk, tuurlijk, ik heb wel... Uh, als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, ik heb twee bedrijven, dus uh, degene wat ik je net vertelde. Ja. En iets wat ik nog helemaal niet verteld heb, is uh, Superheld for Kids. Dat is een online weerbaarheidsprogramma uh, voor kinderen. Okay. En daar ben ik begonnen in de coronatijd. En soms denk ik, oh, je hebt daar echt zoveel geld aan uitgegeven. Weet mm. je wel, dat is echt wel... Ik denk van, is dat wel zo slim geweest? Mm. Maar mijn hart voelt alsnog dat ik het moet doen. Mm. Dus, het hele online platform, al die dingen bestaan nog steeds. Kunnen ons, we kunnen elkaar de hand schudden? Okay. Ja, daar ben ik ook heel goed in. Ik heb, ik heb jarenlang heb ik CVD gedraaid, omdat ik het gewoon gaaf vond om gesprekken te maken. Maar ik huurde elke maand een studio af. Er gingen bakken mijn geld in, maar het leverde helemaal niks op. Ja, Precies. mooie gesprekken. Ja. <laughs> Dat heb ik ook. Ja. Weet je, denk ik, hartstikke leuk. Weet je, hoeveel kinderen helpen om meer ja. zelfvertrouwen te krijgen. Ja. Uh, maar als je het, weet je, kan natuurlijk niet. Tenminste, uit principe ga ik niet heel veel geld daarvoor vragen. Nee. Dan vind ik gewoon niet passen bij het doel nee. die ik graag wil nee. behalen. in de zin van meer ja. kinderen zelfvertrouwen geven. Ja. Dus natuurlijk, aan de ene kant sta je zelf in de vingers, financieel gezien. Ja. Maar aan de andere kant, uh, ja, vanuit mijn sociale hart maakt dat het ook wel weer goed, weet je. Ja. Dan verdien je geld ook wel weer op een andere manier. Ja. Dus dat is steeds wel overwegend, dat ik steeds denk van... doe ik hier goed aan of niet? Ja. Doe ik hier goed aan of niet? Ja, je moet ook wel, dat vind ik ook wel... Ik bedoel, je bent als ondernemer nou eenmaal ook ondernemer. Dus je moet wel naar die zakelijke kant ook Precies. kijken. Want anders wordt het vrijwilligerswerk, wat Precies. niet verkeerd is. Maar dan, dat, dat is wat anders dan, ja. dan een ondernemer. Ja. Hey, en laatste, als mensen zitten te kijken... best wel veel jonge mensen ook die ja. kijken naar cvd tv ja. uh, Tegenwoordig heel veel jonge gasten die ondernemersplannen hebben... maar nog totaal niet weten ja. eigenlijk wat of hoe... Wat is de, wat, heb jij een tip voor mensen die willen starten? Ja, ga je inschrijven bij KV Koophandel. Uh, sommigen zouden zeggen, doe je onderzoek. Uh, in mijn geval was het uh, dat ik letterlijk een training moest geven ergens. En ik ging, gewoon, ik ging gewoon geven. Ik had helemaal geen bedrag in mijn hoofd, helemaal niks. En toen zei diegene tegen mij... Uh, hoe kan ik je betalen? En ik dacht, oh, zo is het letterlijk gegaan. Ja. Oh, betalen. Wat ik toen heb gedaan... Uh, <laughs> Dus ik wist, iedereen wist al hoe hij is ondernemer. Weet je, ik ben heel ondernemend. Was ik ja. altijd geweest. Ja. Maar ik, ik keek er heel erg tegenop. Tegen al die financiën en gedoe. Weet je, het werd altijd zo. Uh, ik kreeg best wel, kwam zo een negatief op mij over. Mm. Ik dacht, ja, ik, ik heb echt geen zin. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. Al die dingen die erbij uh, kijken, wil ik helemaal niet. Zo ja. dacht ik. Mm. Toen moest uh, ik wel. Toen ben ik naar kvk verkoophandel gegaan. En toen ben ik letterlijk met allemaal ondernemers gesprekken gaan voeren. Van dit is wat ik wil doen. Ik weet echt niet wat voor tarief daarbij hoort. Uh, zou jij met mij willen delen uh, hoe je dat doet? Wat voor uh, een beetje richting? En ben ik letterlijk begonnen met een, een bepaald tarief, een X-tarief. En toen daarna dacht ik, oh. Uh, maar eigenlijk is het veel te weinig voor de waarde die ik lever en dan ging je wat verder daarin, weet je dus letterlijk door te proberen, door dingen uit te proberen. Ik ben gewoon heel uh, relatief laag begonnen, mm -hmm. bewust om ook mijzelf ook de ruimte te geven om te leren. Ik ben leren, ik ben een startende ondernemer. Uh, en toen dat goed ging en je ook feedback kreeg en letterlijk uh, mijn klanten, eigenlijk het grootste deel komen bij klanten en daar praat ik echt over hele grote bedrijven komen door dat ze mij hebben, ergens hebben gezien. en daar weer voor hun eigen bedrijf vragen. Zo, so, ja. weet je wel echt, dat gaat allemaal zo door. De meeste. Ik heb ook een management, daar komen ook opdrachten uh, van. maar ook gewoon dat mensen mij ergens zien. Ja. En ik denk echt, waar, wat ik in het begin ook zei. als jij dicht bij, je, bij, bij jezelf blijft. maar ook dicht bij wat jij kan. Hè? Dus ga niet, tenminste. ik zou niet per se dingen doen die ik niet kan. Mm -hmm. Ik ga niet ineens leren coderen. Weet ik, ik heb het nog nooit gedaan. Nee. Misschien kan ik het wel. Nee. Maar. Dus blijf gewoon bij datgene wat jij echt goed kan. Dan ga je daarin excelleren. En dan zien andere mensen dat ook. En dan gaat dat ondernemerschap gaat ook gewoon bijna vanzelf. Snap je? Ik snap het. Dankjewel voor dit gesprek. Hoedelokili. Dankjewel dat jij er was. Dank je wel. En dank je wel voor het kijken. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, uh, dank je wel voor het luisteren naar weer een prachtig ondernemersverhaal zoals ik ze zo graag maak hier op CVD-TV. En zit je nou op YouTube, uh, klik dan hieronder op de button en volg ons. Dan uh, worden wij ook weer groter en daar worden wij weer blij van. En jij mist helemaal niks meer. En zit je op je podcastkanaal te luisteren, dan ook daar volg CVD-TV om helemaal niks meer te missen. Want we hebben elke week twee nieuwe prachtige gesprekken voor nu. Dank je wel.